zijn je mannen. We moeten een goede jongen zijn. Ja. Weet je, Nienke heeft wat voor jou. En volgens mij moet mama jou daar even mee helpen. Dat het saai wat Nienke heeft. Nou, kijk eens, kijk eens. Net was goed op. Maar je hebt misschien eens wat er voorop staat. Wat staat erop? Ja, dan moet mama toe. Bij mama? Nee, jij moet zelf de uitdaging lezen. Maar mama moet het ook meteen met jou meelezen. Waarom? Ja, dat daarom. Daarom, dat wij dat zeggen. Ja. Wat staat er aan die kant? Nee? Nee, andere kant. Ja, die ja. Eerst die kant lezen. Kan jij dat lezen? Maar wat staat erop? Ik kan die lezen. Eerst de andere kant lezen. Andere kant. Moeder! Nee. Eerst de andere kant. Eerst de andere kant. Hardop lezen. Nee, dat ga ik niet doen. Jawel. Jawel. Want hij vindt het heel spannend, want er zijn allemaal mensen bij die hij niet kent. Nou, maakt niet uit. Yes. Oh, je wou zeggen dat hij mij niet kent? Jesse, ga maar even bij mama staan. Mama leest mij voor jou voor. Er staat... Met vrienden kom je... Oh, Jesse, doe even normaal. Verder? Ja. En wij zijn toch vrienden, of niet? Ja, ik ben familie, maar jij ook. Ja, maar je bent ook een vriend, toch? Lieve ja. Jesse. Namens Norbehulp. En jij deed er zin? Vind je het moeilijk om te lezen? Ja, mijn handschrift is niet fijn voor hen. Je grote zus Nienke en Erik en Willy staat een cadeau bij ons binnen. Onder het afdak. Haal het maar op. Waarom? Kom nou. Oh, daar is het afdak, zit het in. Daar is het afdak. Dit is toch een afdak? Kom maar eens gauw, jongen. Weet jij het toch zo? Ik heb geen idee. Oh. Alsjeblieft, Jesse. Wacht. Die is voor jou. Oh. Die is voor jou. Vind je die mooi? Ja, is die goed? Kun je dat mee naar school? Ja. Ja? Zeg je dan dankjewel tegen Nienke en tegen Gito? Gito doet nou wel een box. Maar krijgt hij nou een box? Nou mag ze wel een box! Ja, nou moet je box. Met een vette kom, box. Kom, we gaan samen een box doen. Box? Mooi. Zij het toch? Jesse, kom maar. Ja. Ja. Naar buiten. Heeft dit toch goed, gehad he? Van mij? Nee. Oh. Wauw. Dit is echt mooi. Nou, lopen. Ja. En deze heb ik van buiten gezocht. En die heb ik gestolen. Deze komt er nog op, Jesse. Wauw. Ja? Oh, goed? Die is gaaf. Wauw. Ja. En Jesse, jullie eerste ritje straks op de fiets van de week is naar Oma. Oh, ja? Heb ik haar beloofd. Echt wel? Zij weet ervan! Ik heb het daar vanmorgen verteld. Oma weet er ook van! Ja, oh, oma moest huilen. Oh, dit is toch gaaf! Ja jongen, daar kun je mee naar Mister toe. Oh, wat een vet! Komt er nog op, hè? Oh, dit is toch gaaf of niet dan? Jongens, wisten jullie dat? Ja, hun wisten dat. Wisten jullie dat net? Net zoals net pas, ja. Hoor. Ja. Deze kan nog lager, dus je kunt hem helemaal op laag zetten nog. En hij kan nog een heel stuk hoger. En ook hieronder de vering kan ook nog andersom. Dus hij kan nog meer tot zijn 12. Goeie keuze, hè? Oh, dat is toch fantastisch. Nou, dat moet ik proeven. Oh, dat is echt een gave fiets, Guido. Echt mooi. Ja, dat is goed. Oh, die is echt mooi. Wat? Volgens mij kan de kind er gaar niet aan, joh. Waar is die eigenlijk? Ik heb nog een meisje die naar de wc gevlucht. Ja, ik denk dat het samen nog leren moet. Nee, grapje. Hij kan dat helemaal niet aan. Hij weet niet wat dat is. Kom maar. We gaan even passen. Ik wil even passen. Want hij kan nog lager, hè? Yo. Oh, die is toch goed. Jesse, wat jij doet? Ga maar buiten de poort. Erik loopt met jou mee. Dan ga je even uitproberen. Mama ook mee. Ja, weet je, Daan, probeer maar gewoon maar op een keer was van die jumbo. Wauw. Oh, dit is toch een vet gave fiets, jongens. Dat is een pikkelfiets. Daar, dat is een pikkelfiets.
een wikkelbikkel. Ja, Jess heeft een wikkelbus nodig. Ja, of een wikkels uit de lucht. Wauw, kijk hier dan. Jesse, kijk hier, dat is een vet gave fiets, man. Kijk maar eens wat er gebeurt als je erop gaat. Want het zadel kan ook. Kun je wel op. Probeer maar eens. Waarom film jij? Guido filmt alles, dat is zijn werk. Ik zat maar eerst met filmen. Snel door fietsen. Ja, zadel moet iets leggen. Oh, kijk aan. Oh, dit. Maar deze is toch gaaf, jongen. Dit is toch een vette fiets. Wauw. Waar zag jij oma, Willy? Waar zag jij? Bij de Jumbo. Oh, maar ik wist dat het. Ik sta de hele dag in Zelm. Ja. Maar daar moest ik ook weer. Daar wisten we ook. Daarom hebben we vandaag ook pas opgehaald. Oh. Ik heb hier weer gepraat, hè. Oma dan? Hè? Zag Nienke oma ook? Nee, die was getuigd, wat erg. Jo! Er zit erin. Ja, wacht even. Ja, ja, kom op, fiets. 1, 2. Nee, dat is eng. Nee, ja, tuurlijk is dat eng, maar zo. Je kunt ook nog schakelen, hè? Wat bedoel je? Met handvat. Jo! Ja, je hebt terugvatrem. Ga maar eens even remmen. Ja? Ja. Kijk, dat gaat helemaal goed komen. Als je er dan. Kijk, zo en hier kun je schakelen. Als je met de hand van. Ja. Kun je gewoon schakelen. Wow, je hebt versnellingen. Tot welke versnelling? Ik geloof 3. Ik denk 3. Denk 3. Oké, maar dat is wel heel zwaar. Oeh. Is 1 het lichtste? Ja. Oké. Wauw! Echt koud, ik ga heel snel fietsen, omdat ik 1 nog heb. Ah. Ik ga dan de andere kant op, Jess! Ja. Ja. Ja, nee, nee, maar dat, oh, dat gaat wel goed komen. Oh, gaaf man! Oh, wat een stoere fiets, hé! Hè? Was jij hier? Tuurlijk weet Guido. Ja, tuurlijk weet daarvan. Daarom zei ik toch ook boks. Oh, wist je dat toen ook al? Net. Ja, tuurlijk weet je dat. Nou. Tuurlijk weet ik dat. Ik was er vanmorgen zelfs bij toen we hem op hebben gehaald. Echt? Wow, maar het is ook gewoon echt een grieven fietsen, hè? Kom fietsen. Ja, dan fiets je eerst tot hier en draai je rustig om. Maar moet je lang, hè? Nee, fiets maar. Oh, fiets maar. Hup, naar het einde. Ah, mooi, hè? Stoer, hè? Draaien. Gewoon draaien. Ja, goed zo. Hoppakee. Top, man. Dit is echt een goede stoere fiets. Dit is een fiets voor bikkels, Jesse. Ik vind de handremmen toch wel iets. Kom doortrappen. Ja, wacht even. Kom, fietsen. Wauw. Blijf me. Doei. Kind is echt blij. Ik ga weg. Ja, het is goed. Hij snapt het. Hij heeft het nu door. Oma? Hij wil hem natuurlijk echt. Drink even drink op en dan gaan we naar oma. Gaat niet mee. Daar moet ik mijn fiets laten. Min. Ja, het is zo graag, jongens. Ga de fiets goed zo weg worden. Even nog een beetje warm met draad.